Goedenavond, mijn naam is Jonne en je kijkt naar het Tesquare Journaal van donderdag 26 maart. De Tesquare Domino loopt supergoed. We krijgen veel leuke en nieuwe inzendingen van jullie binnen en daar gaan we nu naar kijken. De Tesquare Domino wordt steeds langer. Die volledige domino kun je vinden op tesquare.nl/tv. Ook vandaag weer veel nieuwe inzendingen en die zien er zo uit. Leuk hè? Stond je nou niet in het filmpje, dan kan je je filmpje nog online plaatsen onder de hashtag TesquareDomino. Onze razende reporter is vandaag weer op pad geweest en hij heeft een interview gehad met Eline van Leeuwen. Ik ben de razende reporter en het is weer tijd voor een interview. Zo, die staat. Goedemorgen Eline, fijn dat je wat tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken. Wat doe je voor werk? Ik werk als zelfstandige. Ik doe interim zakelijke dienstverlening, met name op het gebied van secretariële ondersteuning en evenementenorganisatie. Nee, hoe is dat nu? Even denken hoor, het is niet heel fijn nu. Vooral in de evenementen is het echt wel zoeken. Vooral uitstel en wellicht ook wat afstel. Secretariële ondersteuning nog een beetje. Maar ik denk echt een 20% van het werk dat ik had. Er worden ook opdrachten geannuleerd. En dus even zoeken naar een nieuwe modus eigenlijk. Ja. En wat mis je het meest aan Tesquare? Ja, eigenlijk alles. Ook wel het sociale aspect, de mensen. Ik bedoel, je hebt toch een leuke band met elkaar. Maar ook echt zeker de beweging, het sporten, het gewoon lekker samen sporten, samen gestimuleerd worden. Ja, ik probeer nu een beetje hard te lopen en zo zelf, maar het is toch echt anders. Ja, ik mis het eigenlijk heel erg. En wat doe je eraan om zelf gezond te blijven op het moment? Hardlopen, wandelen met de kindjes, fietsen, ja, gezond eten. Deed ik al, maar nog steeds. Wel iets meer dan gebruikelijk, maar ja, dat eigenlijk. Zo min mogelijk stress, dat denk ik. En wat is jouw favoriete programma op Tesquare TV? Oké, ja, ik heb ze echt allemaal al bekeken. Ik denk toch het koken met Peter. Ja, denk ik, ja. Super, dankjewel voor je tijd. Helemaal goed, graag gedaan. Sjoerd de Jong van Fysiotherapie de Jong komt vanavond met een nieuwe tip over onze weerstand. Hoi, ik ben Sjoerd de Jong. De meesten zullen mij wel kennen vanuit Tesquare van de Jong Fysiotherapie. Tevens doe ik vitaliteitsconsulten onder de naam van FIFIP. Ik ga je dus zeker wat vertellen over het immuunsysteem. En het is nu tijd voor tip 4. Koud afdouchen. Die zullen jullie mij misschien niet in dank afnemen, maar het is een hele belangrijke waarmee je immuunsysteem echt kan trainen. Dus ja, je kan je spieren trainen, hè, je biceps, maar je immuunsysteem kun je echt trainen door koud af te douchen. Hoe? Nou, begin niet gelijk met een minuut, maar bouw hem op. Dus je doet gewoon douchen, met je lekkere water wat je altijd hebt. En dan, als je klaar bent, de laatste proberen met 10 tellen. Kraantje helemaal naar de andere kant, koud afdouchen,
Adem uit als je begint met koud en probeer tot 10 tellen te komen. En probeer een dag later tot 12, tot 15, tot 20 met een max van 30 seconden. Misschien neem je niet een dank af, maar je kunt echt perfect je immuunsysteem mee trainen. Koud afdouchen. Succes! Wil je na deze tip nog meer weten over je immuunsysteem of over vitaliteit? Ga dan naar www.vivip.nl of naar dejongfysio.com. Succes! Ben jij ook benieuwd wat de mop van de dag is? We gaan nu kijken. We zitten wel, alleen ja, nu moet je aan de kant zitten. Ja. Dus zodra het in juni, nog vaak zijn we aan het kappen. Hij is gewoon aan het filmen. Kunnen kappers zich aanmelden om bij jou te komen? Want je bent natuurlijk bekende tv. Kappers kunnen zich aankomen zaterdag aanmelden bij onze geweldige workout met een wc-rol. Wat je kan doen is, je kan beginnen, maar je kan vooral kappen. Haha, dat is leuk voor het einde. Lachen, hè? Ja, toch? Wil jij nou een leukere mop? Stuur jouw mop op naar info@teskwa.nl. Bedankt voor het kijken allemaal vanavond. Heb jij nog een leuke trainingsvideo? Deel hem dan online met de hashtag TeskwaTV. Ook kan je lid worden van onze Facebookgroep TeskwaTV. En heb je nou een uitzending gemist? Kan je deze terugkijken op teskwa.nl/tv. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal TeskwaTV. We gaan er nu uit voor de boodschappen, maar hamster niet. Om 7:15 een conditietraining met Victor en Jasper op TeskwaTV. Veel plezier!